Het paviljoen, luisterspel door Pierre Soetewey met Roger de Pape, Jos Willekes, Julien Vriends en Leo Haalterman. Techniek, Guy van den Einde en Marcel Floren. Regie, Miel Gijssen. Hoe ik er gekomen was, weet ik niet. Eigenlijk weet je zoiets nooit in een droom. Het was een van die prachtige oude kastelen uit de 15e, 16e eeuw, die voor de goede gang van zaken een paar keren dienen uit te branden om later degelijk gerestaureerd te worden. Of het bewoond was, weet ik niet. Ik zag er in ieder geval geen levende ziel. Lange, donkere gangen, kleine in lood gevatte raampjes, hoge zalen en monumentale trappen. De slotgracht en de ophaalbrug ontbraken niet. Vanuit een der zalen had je een prachtig zicht op het park met zijn eeuwenoude eiken en reusachtige rhododendrons. Helemaal achterin het park ontdekte ik een paviljoen. Ik kon het duidelijk zien, want het was op een heuvel gebouwd. Ik zag een der ramen van het paviljoen opengaan en toen meende ik plots luid hulpgeroep te horen. Ik luisterde. Het schreeuwen werd duidelijker. Het was mijn vrouw die aan mijn bed met overslaande stem stond te gillen dat het 7 uur was en dat ik zeker de trein zou missen als ik niet dadelijk opstond. Soms haat ik mijn vrouw. Ik weet niet waarom, maar er zijn momenten dat ik haar zou kunnen vermoorden. Ik vertel u dat, omdat naar mijn mening die droom achteraf toch niet zo onschuldig zou blijken als je op dat ogenblik leek. Diezelfde avond namelijk, toen u de krant zat te lezen, werd mijn aandacht plots getrokken door de toeristische kroniek. Er stond een artikel in, een bezoek overwaard. En vlak onder de titel zag ik de foto van een kasteel. Ik voelde dadelijk. Dat was het kasteel. Het kasteel uit mijn droom. Ik las het artikel en zo vernam ik dat het domein mocht bezocht worden. Er stond zelfs een bereidwillige gids te uw beschikking. De rest vermoedt u natuurlijk al. Ik ging erop af. Alleen, ik kon het eenvoudig niet laten. Er was namelijk veel volk die zondag. Ik schoof met een groep van een tiental nieuwsgierigen mee naar binnen. De gids praatte zoals alleen gidsen dat kunnen. We belanden in een galerij waar een 20-tal levensgroot geschilderde portretten ons vanuit de hoogte bekeken. Dat schenen de vroegere bewoners te zijn. Bij het laatste schilderij hield de gids stil. Ik werd onmiddellijk getroffen door dat portret. Het stelde een vrij slanke heer op leeftijd voor. Uitstekende jukbeenderen, kaarsrechte neus, krachtige kin en zware wenkbrauwen. Maar het waren vooral de ogen die me troffen. Er lag een vreemde glans in die pikzwarte ogen die zich als het ware aan me vastzogen. Ik kon er eenvoudig niet van wegwijken. Ik hoorde de slepende stem van de gids als kwam ze van ergens heel ver. Hij was de laatste van het geslacht der Montabellis, die eeuwenlang het kasteel hebben bewoond. Graaf Eugène, we mogen het nu wel zeggen, leidde een vrij avontuurlijk leven. Hij verloor zijn vrouw, gravin Martha, betrekkelijk jong. Hij weigerde opnieuw te trouwen, wat niet betekende dat hij afkerig stond tegenover het andere geslacht. Hij stierf 23 jaar geleden. Kinderloos. Bij het testament vermaakte hij het domein aan de staat die er zou dienen voor te zorgen dat het geheel zou bewaard blijven. Dat is ook altijd gebeurd.
Het paviljoen achter in het park zal echter kortelings verdwijnen. Er komt een nieuwe autoweg, zoals u waarschijnlijk al wel weet. Dames en heren, wilt u me thans volgen naar de galerij die aansluit bij het hiernaast bijstaande gebouw? De gids verdween door de zware massief eikenhouten deur. De troep volgde gedwee. Ik bleef alleen achter. Ik stond bij het portret. Ik kon er niet van loskomen. We keken elkaar aan. Graaf Eugène de Montabelli en ik. Als twee oude bekenden. Ik verwachtte ieder ogenblik dat hij me zou aanspreken. En ja, dat gebeurde. Ik schrok er niet eens van. Zo, ben je dan toch gekomen? Ja. Je hebt mijn boodschap dus ontvangen? Ik droomde van het kasteel. Precies. En van het paviljoen? Ook van het paviljoen. Je ziet er net uit zoals ik me je had voorgesteld. Kende je me dan? Alleen je binnenste. Niet het omhulsel. Begrijp het niet. Er is zoveel dat we niet begrijpen als we leven. Dat betert wel. Waarom ben ik hierheen gekomen? Omdat ik je riep. Door je droom. Waarom riep je me? Ik heb je nodig. Nodig? Hoezo? Dat waar de vriend, want jij bent mijn vriend. Meer zelfs. Dat zal je in de komende dagen duidelijker worden. Ik ben je vriend niet. Ik ken je niet. Toch wel. Onbewust. Toen je hier binnenkwam, keek je recht naar mij. Al mijn voorvaderen, de roemrijke Montabellis, heb jij niet één blik gegund. Alleen mijn portret interesseerde je. Maar dat is tenslotte logisch. Waarom is dat logisch? Jij vraagt te veel. Of liever, je vraagt de verkeerde dingen. Wat moet ik dan vragen? Denk na. Ik kan niet nadenken. Jij brengt me in de war. Onzin. Ik zei je dat ik je nodig heb. Vraag me waarom. Ik wil hier weg. Jij behekst me. Ga dan. Ik kan je immers niet tegenhouden. Ik ben enkel een portret. Wel? Wat wil je van me? Ga je er dan toch niet van door? Wat wil je van me? Waarom heb je me nodig? Niet schreeuwen. Niemand hoeft je te horen. Ben je bang dat ze zouden zien dat je kan praten? Nee, hoort niemand. Alleen jij. Maar jou horen ze wel. Daarom moet je niet schreeuwen. Je zag het paviljoen? Alleen in mijn droom. Precies zo ziet het er in werkelijkheid uit. Een juweel. Ik hield ervan. Het was het enige plekje van dit hele gedoe waar ik werkelijk van hield. Het was er zo rustig. Ik heb er veel heerlijke uren doorgebracht en er veel schoons achtergelaten. Dat mag niet verloren gaan. Wat bedoel je? Wij zijn niet opgewassen tegen de groei der tijden. Maar ik wil niet dat ze er hun klauwen doorheen slaan, zoals het nu is. Het geslacht der Montabellis wil dit land geregeerd. Wij waren de heersers. Wij eisten en eisen nog dat onze wil geschiedde. Begrijp je dat? Nee. Doe wat ik je zeg. Ga naar de oude Verbeke. Hij zal het je uitleggen. De oude? Wie is dat? Hij woont in het tuinhuis aan de andere zijde van het park. Hij is bij mij in dienst geweest, zoals zijn vader in dienst was bij mijn vader. Hij is nu een oud man, bijna 80, erg sukkelachtig. Hij kan het werk niet meer alleen af. Hij heeft hulp nodig. Die hulp ben jij. Ga nu. En doe wat hij je zeggen zal. Ja, maar zeg eens, wat denk jij eigenlijk? Geloof jij dat je me zomaar bevelen kan geven? Als ik nu zwijger? Waarom zeg je niks? Hoor je me niet?
Hij zweeg. Het portret zweeg. Ik voelde vreemde leegte over me komen. Ik keek wanhopig rond en zag hoe in de kille schemering de verzameling Montabellis met hun dode ogen op me neerkeken. Hier en daar meende ik een nauwelijks verholen grijns te ontdekken. Ik draaide me geërgerd om en stapte in de richting van waaruit ik vaag de stem van de gids hoorde. Ik verwenste mezelf om die stupide geschiedenis. Mijn fantasie had weer eens een gezellig loopje met me genomen. Ik moest gewoon alles van me afschudden en vergeten. Maar zo eenvoudig was dat niet. Onwillekeurig gleden mijn gedachten steeds weer in de richting van graaf Eugène de Montabelli. 'S Morgens bij het scheren, 's middags bij de thee en vooral 's nachts in bed. Geen ogenblik liet hij me los. Hij had me in zijn macht. Zijn geest had bezit genomen van mijn lichaam en dreef me onweerstaanbaar de richting uit die hij voor mij bepaald had. Ik zei geen woord aan mijn vrouw, maar ik zag in haar ogen dat ze iets vermoedde. Een soort panische angst las ik in die ogen. Op een donkere avond ging ik de oude Verbeke opzoeken. De wolken dreven laag, er zat storm in de najaarslucht. Het tuinhuis was popperig klein, wit gekalkt, met deur en raamlijsten gehakt uit zwart geverfde boomtakken en stronken. Ik klopte, er was geen bel. Ik hoorde trage voeten sleffend naderbij komen en de zware ijzeren grendel opzij schuiven. De deur piepte open. Verbeke stond voor me, oud, gerimpeld. Een tot op de draad versleten man. Kom binnen. Meneer Verbeke. Gewoon Verbeke. Kom binnen. Dank u. Ga zitten. Ik ben zo klaar. Klaar? Waarvoor? Om te doen waarvoor jij gekomen bent. Ja, maar waarvoor ben ik dan gekomen? Ken je me? Je naam interesseert me niet. Hij heeft je naar hier gestuurd, is het niet? Wie? Hij. Graaf Eugène. Hoe weet jij dat? Op zijn sterfbed heeft hij het me gezegd. Hij zei, als het ooit nodig mocht zijn, stuur ik je iemand om je te helpen. Je zal dan te oud zijn om het alleen klaar te krijgen, maar ik stuur je hulp. Dat zei hij. Ik wist dat hij zijn woord zou houden. Ik heb hem altijd geloofd. Nu is de tijd gekomen. De tijd waarvoor? Om de zaken te regelen. Welke zaken? Die der Montabellis. Wat heb ik met die verdomde Montabellis te maken? Maar vervloeken geslaagd niet. Zeg me dan tenminste wat heel dat geheimzinnig gedoe te betekenen heeft. Ik versta mezelf niet. Waarom ben ik hier gekomen? Er zijn sterke naturen en zwakke naturen, zei graaf Eugène me altijd. Ik heb nooit precies begrepen wat hij daarmee bedoelde, maar het zal er toch iets mee te maken hebben, denk ik. Ik wist dat jij zou komen. Hij had een sterke natuur. Daarom geloofde ik hem. Ja, ik moest hem geloven. Wie was die graaf Eugène eigenlijk? De laatste van het geslacht der Montabellis. Ja, dat weet ik zo langzamerhand wel. Dat bedoel ik niet. Wie was hij als mens? Een groot man. Dat is duidelijk. Hij hield van het leven en van de dood. Vaak verdween hij zonder iemand iets te zeggen. En dan bleef hij dagen, soms weken weg. En als hij terug was, vertelde hij me over de dingen die hij had gezien. Over avonturen die hij had beleefd. Met vrouwen? Ja, ook met vrouwen. Die hij natuurlijk weigerde te trouwen. Niemand heeft het recht hem te oordelen of te veroordelen. Een eerste klas vrouwenloper dus. Dat klinkt gemeen en hij was niet gemeen. Maar hij had je wel stevig in zijn greep, hoor ik. Hij maakte indruk op iedereen. Je kon je gewoon van hem niet losmaken. Oh, je had hem moeten meemaken toen hij met zijn zwarte hengst door de lanen van het park draafde. Zonder teugels, zonder zadel. Dan zong hij altijd. Hij had een stem als een klok die galmde door het park. Je had moeten zien hoe hij op wintermorgende
terwijl het vroor dat het kraakte een gat in het ijs hakte, daarin naar beneden dook en dan een hele tijd later pas weer tevoorschijn kwam. Wat zei zijn vrouw daarvan? Gravin... Gravin Martha? Wel, wat zei ze daarvan? Was zij het eens met die idiote uitspattingen? Kom, we gaan. Ik ben klaar. Waarheen? Naar het paviljoen. Wat moeten we daar? Dat zal je wel zien. Kom nu. Ik volgde hem door het park. Het was beginnen regenen. Een kille regen die ons bij vlagen in het gezicht zwiepte en die me deed huiveren van kou, van de zwarte duisternis, van de stomzinnige situatie waarin ik me had laten opnemen. Verbeke sprak geen woord. Zelfzeker sukkelde hij verder, steunend op zijn twee stokken die nog ouder en krommer waren dan hijzelf. Door nat en door koude stonden we plots voor het paviljoen. Een zwart sluimerend monster. We gingen binnen. Verbeke maakte licht. Er lag een dikke laag stof op wat vroeger zeker prachtige meubelen waren geweest. Niemand had de laatste 20 jaar nog een voet over de drempel gezet, want zo had graaf Eugen het gewild, verduidelijkte Verbeke me. Hij opende ergens een verborgen luik in de vloer. Een donker hol lag aan onze voeten. De muffe geur die eruit opsteeg, sneed me de adem af. Hij beval me een toorts te nemen en naar beneden te gaan. Ik aarzelde. Alles leek me zo onwezenlijk. Ik voelde me als gevangen in een soort nachtmerrie. Verbeke zag het. Hij bewoog dreigend een van zijn stokken in mijn richting. Even voelde ik weer die plotse drang in me opkomen, die oude suffer neer te slaan en ervan door te gaan. Maar ik deed het niet. Integendeel. Ik gehoorzaamde, of beter, niet ik, iemand anders in mij gehoorzaamde. De toorts wierp dansende spookachtige schaduwen op de uitgebrokkelde verweerde muren. En toen zag ik het. Ik schreeuwde ondanks mezelf. 2 glazen doodkisten, 2 gebalsemde lichamen, 2 vrouwen. Ik kwankelde, hapte naar adem, kwam strompelend weer naar boven. Geschrokken? Ik begrijp het. Ik wil hier weg. Je blijft. Ja, het gaat wel over. Ik zal het je vertellen. Je hebt recht dat te weten. Ik stik. Ik wil verzucht. Kalm. Maar zeg. Laat me gaan. Laat me gaan. Wat doe ik hier? Wie ben jij eigenlijk? Kom tot jezelf. Ja, ik begrijp dat je schrok. Dat gaat voorbij. Je zag toch wel eens eerder een dode. Niet zo. Wie zijn het? Gravin Martha en juffrouw Eveline. Gravin Martha? De echtgenote van graaf Eugen, jawel. Ik was nog een kind toen hij met haar trouwde. Ik zie ze nog door het park wandelen, arm in de zon. 2 koningskinderen. Ze waren beeldschoon. Misschien te schoon. Ze waren dol op elkaar. Ook na haar dood kon je haar niet missen. Daarom begroef je haar hier. Ja, ja. Er ging geen dag voorbij zonder dat hij hier naartoe kwam. Alleen. Soms bleef hij meer dan een uur beneden. Wie gaf de toelating haar hier te begraven? Ach, maar je begrijpt het niet. Niemand gaf hem die toelating, omdat niemand wist dat ze dood was. Hoezo? Hij vertelde ieder die erna vroeg dat ze er vandoor was gegaan. Plots, zonder iemand iets te zeggen. En men geloofde dat? Graaf Eugen was een groot man. Die gelooft men altijd. Kwam er dan geen onderzoek? Ik zei dat hij een groot man was. We hebben haar samen hier gebracht nadat hij haar eigen handen had gebalsemd. Dat was op een koude februarinacht. Hoe is ze gestorven? Wil je dat absoluut weten? Misschien dat... Het was de 11e februari. Een koude avond. En toch was ik buiten. In die tijd hield ik ervan om in de winter 's avonds door het park te lopen en naar de sterren te kijken.
Dat kan je best in de winter, dan is de lucht het zuiverst. Opeens zag ik licht aangaan op hun kamer. Een ogenblik maar. En dan hoorde ik een vage kreet. Ik stond als aan de grond genageld. Hij stookte het raam van de kamer open en schreeuwde: ze is dood, dood, dood. Ik rende het kasteel in en kwam op hun kamer. Zij lag op het bed en hij zat op zijn knieën bij haar, roerloos, stom als een vis. Na enige tijd keek hij op. Hij schrok niet toen hij me zag. Hij zei: ze is dood, Verbeke. Zal ik een dokter halen, meneer de graaf? Nee, blijf hier. Ze is dood. Zo is het goed. Meneer de graaf? Je hoeft niet zo geschrokken te kijken. Ik zal je alles vertellen. Ik weet dat ik je kan vertrouwen, Verbeke. Natuurlijk, meneer de graaf. In het leven moet je altijd iemand hebben die je kan vertrouwen. We kennen elkaar al lang. Ik reken op je. De Montabellis rekenen op je. Zeker, meneer de graaf. Zweer dat je er nooit met iemand een woord zal over spreken. Tot je voelt dat de tijd daarvoor gekomen is. Dat de tijd? Er zal een moment komen dat het moet. Dan geef je het geheim door. Zweer het. Ik zweer het, meneer de graaf. Je bent mijn vriend, Verbeke. Bekijk haar. Is ze niet mooi? Meer dan mooi, meneer de graaf. Beeldschoon. De mooiste vrouw die ik ooit in mijn leven ontmoette. Enige vrouw waarvan ik ooit echt gehouden heb. Ik heb haar vermoord. Ik heb haar vermoord, Verbeke. Ik wou haar voor mij houden. Voor mij alleen. Haar lichaam mocht niet beroerd worden door vreemde handen. Het moest zuiver blijven. Zuiver als het lichaam van een engel. Maar meneer... Begrijp je het, Verbeke? Ze werd bekoord. Bekoord door de duivel. Hij zou haar hebben verleid. Dat mocht niet gebeuren. Ik heb het hem belet. Ze is gestorven zoals ze geleefd heeft. Zuiver. Onbesmet. Vermoord. Ze is nu voorgoed van mij, Verbeke. En ze zal altijd van mij blijven. De duivel heeft geen vat meer op haar lichaam. We zullen haar samen begraven. Begraven? In de kelders van het paviljoen. Jij en ik. Ik zal haar lichaam balsemen, zodat het gaaf blijft. Fris en eeuwig jong. Meneer de graaf, op het kerkhof... Ik wil haar bij me houden, Verbeke. Ik wil haar iedere dag zien, haar bezoeken, met haar praten, haar schoonheid bewonderen. Zult u daar wel de toelating voor krijgen? Die hoef ik niet te krijgen. Ik ben een Montabelli. We zullen haar begraven. Niemand zal het weten. Voor de buitenwereld zal ze op reis zijn. Plotse, onverwachte reis. Niemand weet waar naartoe. Alleen jij en ik zullen het weten. Maar we zullen zwijgen. Het mag niet uitlekken. Niemand zou het begrijpen. Ze zouden spreken van een vulgaire moord, omdat ze te stom zijn om de ware reden te begrijpen. Ze zouden kletsen, de naam der Montabellis naar beneden halen. Dat zal ik nooit toestaan. In het paviljoen zal ze veilig zijn. Veilig voor de gieren van de buitenwereld. En mocht het paviljoen ooit verdwijnen... Verdwijnen? Dat kan inderdaad gebeuren. Niet zolang ik leef, maar daarna, na mijn dood. Maar ik zal het beletten. Nee, Verbeke, daarvoor ben jij niet sterk genoeg. Maar wees gerust, ik zal erop waken dat het niet uitlekt, ook na mijn dood. Nou,
Ik begrijp het niet. Omdat je zwak bent. Mijn wil zal blijven leven, ook nadat mijn lichaam tot stof zal zijn vergaan. Maak je daarover geen zorgen. Voor het paviljoen verdwijnt, zal iemand komen om je te helpen. Te helpen? Haar lichaam in veiligheid te brengen, Verbeke. Op een plaats waar het eeuwige rust zal vinden. Ik vertel je dat later wel. Ga nu. Laat me met haar alleen. En zo gebeurde het. De hele nacht bleef hij bij haar. En tegen de morgen riep hij me. Zo mooi had ik haar nooit gezien. Een engel die uit de hemel is neergedaald. Wij brachten haar samen hier naartoe. In de glazen kist die hij, ik weet niet waar, vandaan had. Het vroor dat het kraakte. En van ergens heel ver scheen orgelmuziek te komen. Vreemde, droeve muziek die me aan het paradijs deed denken. En toen? En toen brachten we haar beneden. Ik moest gaan. Hij wou met haar alleen zijn. 3 dagen later heb ik hem voor het eerst weer gezien. Bedoel je dat hij al die tijd... Waar zou hij anders geweest zijn? Natuurlijk. Hij hield van haar. Hij vermoordde haar. Hij beschermde haar lichaam tegen de boze geest van de verleiding. Moorden, gemene woordkramerij om een smerige moord te bedekken. En dat andere? Die andere vrouw? Jaren gingen voorbij. Op een keer bracht hij juffrouw Eveline mee van Parijs, in het geheim. Niemand kreeg haar te zien. Hij hield haar verborgen op zijn kamer. Hij herleefde, hij werd opnieuw de oude. Hij trouwde haar niet, maar hij hield van haar. Misschien nog meer dan van gravin Martha. Maar ook haar vermoordde hij. Ja. Ze had zijn geheim ontdekt, vermoed ik. Hij moest het doen, zei hij. Hij kon er niet buiten. Hij leed geweldig aan jecht die dagen. Opnieuw riep hij me en weer begroeven we haar samen, hier beneden. Jij hielp hem? Waarom? Waarom? Ik bewonderde hem. Nu nog. Hij gebruikt jou gewoon als een soort domme kracht. Begrijp je dat dan niet? Ik was een vriend. Omdat hij je nodig had. Die vent moet gek geweest zijn. Gek of een monster. Een monsterachtige gek. Jij hebt hem niet gekend. Is het dan nog niet genoeg wat ik van hem hoor? Is er nooit wat van uitgerekt? Nooit. Dus iedereen aanvaarde zomaar zijn verhaaltjes. Waarom zou men hem niet geloofd hebben? Dan wordt het de hoogste tijd dat heel deze wraakroepende geschiedenis aan het licht komt. Hij was een Montabelli. Had hij daarom het recht om gestraft te moorden? Wat denk je dan te doen? Ik ga naar de politie. Dat doe jij niet. Belet het me. Ik kan je niks beletten. Ik ben oud en versleten en jij bent jong. Wel dan? Hij zal het je beletten. Hij is dood. Hij leeft. Zijn geest leeft. Lachelijk. Ga dan en probeer het. Waarom wacht je nog? Ik kan je immers niet tegenhouden. Dat bedoel je toch? Waarom bescherm je hem? Maar ik hoef hem niet te beschermen. Dat doet hij zelf wel. Wel, ga je nu of ga je niet? Natuurlijk ga ik. Ben je daar zo zeker van? Het is allemaal zo vreemd. Je blijft, is het niet? Je zou wel willen, maar je benen weigeren. Je verstand zegt te gaan, je eigen verstand. Maar er is iets dat het je belet, iets vreemds. Zijn geest. Jij bent in zijn macht. Onzin. Waarom je erover schamen? Kom, laten we geen tijd meer verspillen. Doe wat er jou gevraagd wordt. Wat dan? Het paviljoen wordt eerlang afgebroken.
En dan zal men de lichamen ontdekken en dat mag niet gebeuren. De waarheid heeft recht. Voor hem geldt een waarheid die niet van deze wereld is. Vooruit nu. Wat wil je dan dat ik doe? Neem de lichamen. Je bent gek. Neem ze en volg me. We brengen ze naar de slotgracht, naar het diepste punt. Daar zullen ze eeuwig in vrede rusten. Nee. Doe het. Jullie zijn gek en ik sta op het punt te worden. Je bent zijn gevangene. Hij is sterker dan jij en daarom zal je niet weigeren. Ga nu, er zal je niets gebeuren. Wees niet bang. Over een uur is alles voorbij. Dan zal hij je met rust laten. Hoop ik. Rust, alsof ik nog ooit één rustig moment zal kennen. Waarom zou je dat niet, als je hem gehoorzaamt? Het was een afschuwelijk werk. Ik wil er niet meer aan denken. Op een zondag ging ik weer naar het kasteel. Ik werd er naartoe gedreven, ondanks mezelf. Opnieuw schoof ik achter de gids mee naar binnen. We kwamen in de zaal waar het portret hing. Ik treuzelde en bleef tenslotte alleen achter. Ik keek naar het portret. Het glimlachte. Graaf Eugène de Montabelli glimlachte. Ik wist dat je opnieuw komen zou. Ben jij de duivel? Waarom zou ik? Ben je dankbaar? Dat hoeft niet. Ik weet het. Maar toch ben ik je dankbaar. Waarom deed ik dat? Ik wil weten waarom ik medeplichtig werd. Weten waarom ik dingen deed die ik normaal nooit zou doen. Jij deed niets. Ik deed het. Ik maakte gewoon gebruik van je handen, je lichaam, je kracht. Kletspraat. De waarheid. Ik zal het je vertellen. Ik ben gestorven nu 23 jaar geleden, de 16e september om 8 uur 's morgens. Zegt je dat niets? De 16e september? Mijn geest heeft mijn lichaam verlaten precies op het moment dat jij geboren werd. Eén ogenblik zweefde in de oneindigheid, op zoek naar een veilig onderkomen. Hij vond jou. Het was geen toeval. Het moest zo zijn. Ik leef gewoon verder in jou. Jij zal nooit jezelf zijn. Je zal nooit dingen doen zoals je ze zou willen doen. Dat kan je niet. Daarvoor is je geest niet krachtig genoeg. De mijne is krachtiger. Hij overhoekert jou. Waarom heb jij hen vermoord? Verbeke zei het je. Ik geloof hem niet. Jij bent schrander. Hoe kan het anders? Jij bent ik. Waarom? Ik wil het weten. Het zal je geen goed doen. Zeg het me. Koppig, hè? Hardnekkig, precies zoals ik. Het is geweldig mezelf van op deze afstand te zien leven. Waarom vermoord je hen? Omdat ik er zin in had. Weet je, die twee zijn niet mijn enige slachtoffers. Maar de anderen lieten me koud. Het kwam altijd plots in me op. Dan moest het gebeuren. Ik kon er niet aan weerstaan. Gek. Precies. En na mijn dood is mijn geest in jouw lichaam overgegaan. Begrijp je wat dat betekent? Ik geloof het niet. Ik wil het niet geloven. Doe geen moeite. Je komt er niet onderuit. Jij bent getrouwd. Er zal een dag komen... Zwijg! Je zal er niet kunnen aan weerstaan. Jij hebt het al eerder gevoeld. Toen wist je niet waar het vandaan kwam. Nu ken je de reden. Het zal steeds erger op je beginnen drukken. Je zal er tegen vechten, maar ik ben sterker dan jij. Ik zal opnieuw toeslaan. Door jou. Probeer er niet aan te denken. Leef. Leef. Ik heb er wel over nagedacht. Hoe kan het anders? Ik voel het bij de dag in me groeien. Die waanzinnige drang om... Begrijp ik er niets van, toch weet ik dat hij gelijk had.
Ik beklaag mijn vrouw. Ik had nooit met haar mogen trouwen. Maar het is te laat. Ik weet dat het voor haar nu te laat is. Ik zal niet aan het gerecht ontsnappen, want ik ben geen Montabelli. Ik ben niet eens mezelf. Afschuwelijke gedachte. Maar ben ik alleen zo? Of is iedereen gewoon het vervolg van iemand anders? Zou dat de reden zijn waarom we zo vaak onszelf niet begrijpen? Waarom we dingen doen waarvan we weten dat ze verkeerd zijn? Leven er in ons krachten die we niet kennen, maar die sterker zijn dan wij zelf? Zijn wij onszelf wel? Probeer er niet aan te denken. Leef. Leef. Thank you.